Ja, eerste helft gelijk op voetbalhand was Neil Dennett. Misschien Helmond wat meer... Misschien Helmond wat makkelijker voetballend. Maar desondanks creëren we niet veel, geven we ook niet veel weg. En de tweede helft hebben we het gewoon moeilijk. Dat worden de ruimtes te groot, de lijnen te ver in elkaar. Er is te weinig onderlinge communicatie. En dan krijg je het moeilijk. Hè? Want elke bal die vooruit speelt, die lang speelt, die komt ook snel terug. Dus dan komen de voetballen niet meer uit. En dat is eigenlijk wel het probleem van de tweede helft. We kunnen de spits niet bereiken op een voetballende manier. Ja, dan, als je de spits ook niet de bal vast kan houden, komt hij snel terug. En daardoor hadden we geen grip op de wedstrijd. Maar toch win je? Nou ja, goed. Ik zeg in Nederland willen we en 3 punten met mooi voetbal. Die 3 punten die hebben we. Alleen het betere voetbal moet wel. Want als je tot resultaat wil komen, zul je echt wat beter de bal moeten rond laten gaan. In ieder geval en wat meer gedachten in het spel krijgen. Maar goed, er wordt aan gewerkt. We hebben veel nieuwe spelers in het begin van het seizoen. Dus wat dat betreft is er nog veel werk aan de winkel. Maakt het wel lekker dat we 3 punten hebben, ja.